I was feeling all alone and I needed a mate. And then my homegirl hooked me up with this blind date. Said he'd be tall, cute, a real winner, and we can go to the movies after dinner. I thought he'd be fine because my friend had taste and had a Schwarzenegger body with the belly. Jij houdt wel van lichtjes, hè? Ja, ik hou van lampjes, ja. Heb je hier lang voor gespaard? Ja, daar is elke cent die ik ermee verdiend heb weer in gaan zitten. Wat kan je hier nou doen? Kun je iets laten horen? Ja, tuurlijk. Wat ik bijvoorbeeld hier heb, zijn een heleboel verschillende geluiden. Onder elke toets zit er een. Bijvoorbeeld. Het maken van een mix begint in dit geval met de plaat, hè? Ja, we gaan deze keer eens even uit van het bestaand nummer. Dat pak ik vanaf de plaat. En dat ga ik dan hier in de sample opnemen. Ik heb het al aangesloten staan. Dus wat je nu doet, dat is dat je die plaat digitaal opslaat in een computer. Ja. Zodat ik dan echt het fragmentje wat ik nodig heb, nu gewoon ter beschikking heb. Dat is hoor. Eens even kijken hoor. Ik ben nou nog even het sample klaar aan het zetten. En zo meteen kan ik dus vanaf het keyboard het sample starten. Elke keer vanaf het opmaatje, dat is dus als ik hem elke keer op het goede moment start, blijft het gewoon doorlopen. Het is gewoon één doorlopende basis. Kun je uren mee doorgaan? Kun je uren doorgaan. Elke keer als ik hem weer opnieuw start, komt het sample weer uit het nummer. Dus het hele kleine stukje wat van de plaat afkwam, blijft nu maar gewoon de hele tijd doorgaan. Snap het. Dan kan ik in de sequencer, in plaats van dat ik dat met de hand de hele tijd doe, kan ik hem in de sequencer zo programmeren dat hij dat automatisch allemaal doet. Mm-hmm. Dus dat hij automatisch... Opnieuw begint. Automatisch elke keer weer opnieuw start. Eens even kijken waar hij... Ja. Dan start hij elke keer weer opnieuw. Precies in de maat. Precies in de maat. En nu? Nu wil ik er nog wat drums bij gaan maken. Bijvoorbeeld, er zit ook een klein mixertje in. Ja. Bijvoorbeeld de bassdrum heb ik hier. Dan ga ik naar de snares toe. De snares even allemaal openzetten. Ik kan ze dan ook nog links en rechts zetten. Dan heb ik alle drums een beetje klaarstaan nu. Hi-hatje erbij. Zo. Nou, dan heb ik denk ik wel het meeste wat ik nodig heb. Kan je een beetje drummen? Via dat ding wel. Via een echt drumstel, dat lukt me niet. Nee? Nee, want ik ben ook in de muziek terechtgekomen net op het moment dat de eerste drumcomputer er was. Ja, dus dat heb ik eigenlijk net even gemist. Net even gemist. Kan ik er bijvoorbeeld nu erbij gaan spelen? Dat soort dingen, met een tamboerijntje. Zo maak je de ritme wat steviger. Ja, zo voeg ik dus het een en ander aan het ritme toe. Zodat ik uiteindelijk op een toevoeging kom, dus die op zich zo klinkt. Zometeen valt de muziek weg. Dus dit loopt er nu nog mee. Bij het ritme, of bij het sampletje wat we net gemaakt hebben. En als je het dan weer bij elkaar loopt, dan klinkt het net even wat steviger. Ja. Kan ik niet helemaal gebruiken van van de originele plaat, dus dan moet ik even wat anders voor zien te verzinnen. Ik pak nu weer even een ander apparaat, waar ik even de melodie in ga spelen die zometeen dan ook door de saxen gedaan moeten worden. Moet je je zo voorstellen, dat is een synthesizer, maar dan zonder het toetsenbord. Dus hier zitten nou gewoon de geluiden in, en spelen doe ik ze nou nog steeds van het toetsenbord. Er zitten bijvoorbeeld dingen in als... Ik kan hier een hoop verschillende geluiden uithalen. Maar waar ik nou op zoek ben, is dus een fretless bas. Ja. En daar moet ik dus nu het melodietje er weer een keer mee gaan spelen. Dus even kijken wat... Dat sax melodietje. Ja. Dat is dus... Dat melodietje. Ja. Nou, dat melodietje dat gaan we er dan bij zetten. Ja. Even kijken, maatje terug. Hoe zitten we?
dat biedt je al. Maar ik heb een goede vriend van mij, Gerwand Westveen, en die heb ik gevraagd of hij die sax voor mij op wil inspelen. Nou, eens even kijken waar hij hoor. Wat hebben we hier? Even kijken waar die zit. De sax. Dus die sax is opnieuw ingespeeld. Ja. En aangezien ik hem nou apart heb, kan ik hem dus weer gebruiken waar ik maar wil. In de opname waar ik mee bezig ben. Er waren meer saxen. Dit zijn er twee. Hij heeft het één keertje op links en één keertje op rechts ingespeeld. En als je die tegelijk hoort, hebben ze precies het effect wat de originele ook heeft. Vind je het achteraf niet wel eens jammer dat je geen muzikant geworden bent? Ja. Ik weet niet of je nou de term muzikant echt moet beperken aan degene die dan inderdaad wel op een podium staan met een gitaar heen en weer staan te springen en wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik denk dat als ik... Ben je meer dan een muzikant? Laat ik het zo zeggen, dat ik meer voor elkaar krijg als iemand die gitaar kan spelen. Saxofoon die heb ik, maar ik vind dat er ook nog wat strijkers bij moeten komen. Strijkers? Strijkers, ja. Floppy strijkers. Kijk eens even aan. Strijkers. De metropool heeft geen tijd, dan doen we het maar even met een flopje. Die gaan dus nu in de sampler. En hij is nou dus de verschillende tonen voor de strijkers aan het laden. Wat voor soort mixen probeer je nou te maken? Wil je juist iets heel oorspronkelijks maken? Moet het alleen swingend zijn? Of zijn er ook nog andere eisen die je stelt? Nou, de hoofdeis die ik stel, en dat is gewoon gebaseerd op de kennis die je vergaart als discjockey in een club. Dat je weet wat er aan de hand is op de dansvloer. Dat je ziet wat voor stromingen er zijn, wat voor stromingen er komen. En dat je dan toch gericht op die dansvloer iets maakt waarvan je zeker weet van dat zal gaan aanslaan. Dus je hebt eigenlijk een stukje marktonderzoek van tevoren in de vorm van dat je staat te draaien. Dat je de reacties van de mensen een beetje uitpeilt. En op basis daarvan maak je iets waarvan je toch wel voor 90% zeker weet van dat gaan ze te gek vinden. En ik heb hem nou verteld dat hij, wanneer ik nou het toetsenbord speel, dat hij de strijkers tegen horen moet laten brengen. En, okay. Wat doet hij? Strijkers. Klinkt allemaal nog een beetje droog. Gaan we even naar de andere kant, zetten we nog een galmpje bij. Even wachten hoor. Ik heb geen violen gehoord. Nee, ook niet. Hij heeft veel te veel knoppen hier. Het is net het kleine randje in het hoog met die strijkers, wat het net even iets luxer laat klinken. Wat je nu dus eigenlijk aan het doen bent, dat is een nummer van iemand anders veranderen, hè? Of ja, misschien nou... wel mismaken. Ja, dat kan, natuurlijk. Maar het is zo, op het moment in de muziekbusiness, dat er gewoon vaak gebruik wordt gemaakt van hele oude licks van oude nummers, omdat die echt die warmte hebben. Mm-hmm. En dan wordt er gewoon een klein stukje van zo'n nummer gebruikt, om daar weer een heel nieuw nummer uit te bouwen. Ja. Nou vind ik zelf vaak het origineel van zo'n nummer eigenlijk toch het leukst om te horen. Ja, kijk, het is voor mij ook zo dat sowieso de reden waarom ik dat nummer neem, ja, is omdat ik het origineel ook erg goed vind. Mm-hmm. En het komt gewoon erg vaak voor dat ik enthousiast ben over een bepaald nummer, maar wat het op de dansvloer niet zou maken. En als ik dan dat nummer neem en ik maak er een mix van, zoals ik dat dan leuk zou vinden, ja, dan wordt in één keer zo'n nummer heel toegankelijk voor een veel groter publiek. Zeg nou eens eerlijk. Heb je nou wel eens een nummer heel erg verprutst? Ja, er zijn zeer zeker. Ook, kijk, voor Veronica maak ik dan voor Stenders en Van Inkel elke week een mix. Ja. En elke week kom je dan zo vrijdagmorgen op het idee van wat zal ik vandaag eens gaan doen. En dan komt het vaak voor dat je gewoon snel een beslissing moet maken. Ja, en dat het dan wel eens iets minder... En dat dan gewoon aan het eind van de dag, wanneer zo'n mix bijna klaar is, dat je dan denkt van, nou... Nah. Heb je niet iets van zang? Ik mis er iets moderns of zo. Ja, kijk, ze zijn een beetje camera-schuw, vandaar dat je ze net even niet gezien hebt. Maar ik heb er rappers op staan. Wat? Luister en huiver. D
doodle. And then the fat guy had the nerve to moan. I just pat him on the back and said, it's time to go home. Zoiets, ja. En samen met de muziek klinkt dat dan nog even zo. Hoortje erbij, misschien? Is er een hit? Ja, je hoort de strijkertjes op de achtergrond. Oh ja. Die zat er nog bij. Het originele themaatje zat er nog bij. En natuurlijk de... Saxen zitten erbij. Ook nog het fretless basje. Dat komt natuurlijk zo meteen ook nog voorbij. Mm-hmm. En alles bij elkaar geeft dat de mix. Wordt het wat? Leuk. Prima. Als je nou dit vak in wil, hè, wat moet je dan doen? Creativiteit moet je hebben. En je moet het in je hebben om met heel weinig apparatuur al dingen te maken die mensen aanspreken. Want als je het niet met weinig kan, dan lukt het je met al deze apparatuur ook niet. Een eenvoudig vergelijk. Je kan een fantastische keuken kopen, maar dat wil nog lang niet zeggen dat je een gerecht in elkaar kunt draaien. Dus zo eenvoudig ligt het. In the old days, the band playing live, the people filling the place, with the dancing feet that keep tapping, swinging around the while the hands are clapping, dancing and dancing. You walk around a place that is time for romancing, feeling great. Hey, you have the time of your life, fill the glass with champagne. Come on, cause we about to go off. Check out the bass tone and hear the drum beat roll like this. You shouldn't be listening. On the train, the crowd, you keep listening. Betty, the party, the party, the party. The place is on fire by this. Hip-hop combined with a jazzy craving. You know you got to move to the big band.